Het college van Geldrop-Mierlo vindt dat ze goed voorbereid is op de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente. Veel andere gemeenten in Nederland hebben juist ontzettend veel moeite met alle extra taken die vanaf januari worden overgeheveld vanuit het Rijk. Maar wethouder Verdouw van Geldrop-Mierlo stelde de gemeenteraad maandagavond gerust. Ja, het is zeker kort dag, maar wij hebben eigenlijk wel zeker gesteld dat wij rond half oktober helemaal klaar zijn met het verhaal. Officieel deadline ligt 1 november, dus wij halen het absoluut. Een positief geluid dus van de wethouder. In de oppositiebanken leven toch nog een hoop zorgen over de jeugdzorg. Het lastige is, en ik denk dat ook de Rijksoverheid daar ook geen antwoord op heeft, de hele transitie komt gruwelijk veel op ons af. Ik denk dat antwoord geven of zeggen dat je weet wat er op ons af gaat komen, dat je echt een verkeerd beeld schetst en dat je je echt zelf voor de gek houdt. Onze eigen Kamerleden, maar ook andere Kamerleden, ook provincies, helemaal in gemeentes, weten niet exact wat er op ons af gaat komen. Wij moeten ervoor zorgen dat we een heel goed vangnet creëren. En daar zitten inderdaad financiële middelen aan vast dus. Om bedacht te zijn dat er heel veel mis kan gaan. Zo is er bijvoorbeeld nog veel onduidelijkheid over het persoonsgebonden budget, het PGB. Want hoeveel invloed kunnen mensen straks zelf nog uitoefenen op de zorg die ze willen inkopen? Ja, er is sowieso een ruimte, alleen het punt van de PGB is natuurlijk dat je, je kunt een zak geld gaan weggeven en nou veel plezier zoek het daarmee uit. Daarmee is het niet geregeld. En zeker ook omdat we weten dat veel mensen daar ook wel moeite mee zullen hebben met hoe geef ik dat geld uit en waaraan geef ik dat uit. Dus we hebben wel in principe daar de begeleiding op zitten en de gemeente beheert dat potje. Waardoor je het gewoon makkelijk kunt regelen en iedereen heeft wel zelf daar inspraak in. Dus het is ook wel makkelijker geregeld dicht bij de personen. De wethouder wil de uitgaven vanuit het PGB dus zelf in de hand houden. Maar oppositiepartij VVD heeft twijfels bij de haalbaarheid van dat plan. Ja, het PGB is gewoon fraudegevoelig. En de vraag is hoe dat vormgegeven gaat worden. Hè? En er werd gezegd ruimhartig beleid. Ja, ik vind wat is ruimhartig? Hè? Is dat 10.000, 20.000 euro een ton? Het gaat erom dat mensen goede zorg krijgen voor zo min mogelijk geld op een adequate manier. We hebben het ook gezien met kinderopvang. Hè? Dat is op een gegeven moment is dat veranderd. En we zijn van 840 miljoen naar 1,2 miljard gegaan. En er zouden meer vrouwen participeren. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. En zijn we wel met ongeveer 500 miljoen euro gestegen. Opa en oma hebben betaald gekregen en ik weet allemaal niet wie. Die er eigenlijk, als je het SEC bekijkt, geen recht op hadden. Dus het is heel fraudegevoelig. En met PGB hetzelfde verhaal. Als je mantelzorg gaat betalen, ja, dan kan natuurlijk, die ruimte is heel groot dan. Hè? Dus... ja, dat vind ik wel zorgwekkend. Daar moet echt heel goed naar gekeken worden. De komende weken zal er ook in de raadzaal van Geldrop-Mierlo nog flink worden gediscussieerd over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente.